Welkom bij de boekenkast van Epping. Deze keer wil ik stilstaan bij Britse premiers, wegens het aftreden van Boris Johnson. Boris Johnson, een man met veel kennis, capaciteit, kennis van geschiedenis, maar een wat robuuste persoonlijkheid wat hem uiteindelijk ten val heeft gebracht. Hij heeft een boek geschreven, The Dream of Rome. Nou, de droom, zijn eigen politieke droom, is nu voorlopig ook voorbij. Hij heeft veel geschreven over het Romeinse Rijk, tal van boeken, en is echt een groot intellectueel, misschien meer een intellectueel dan een politiek leider. Als ik naar andere premiers kijk, natuurlijk de grootste Winston Churchill, de man van de Tweede Wereldoorlog, We Will Never Surrender, en iemand aan wie wij ook onze vrijheid te danken hebben. Er zijn nog meer grote premiers. Een premier die ik ooit zelf heb ontmoet is Margaret Thatcher, die echt Engeland van de afgrond heeft gered, die Engeland heeft gemoderniseerd en het Engeland dat succesvol is, onder andere haar werk. En iemand die daarop voort heeft gewerkt is Tony Blair, de leider van Labour, die vele jaren premier was en die ook echt veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Groot-Brittannië en daarbij de goede zaken van mevrouw Thatcher heeft behouden. Dus Tony Blair gaat ook de geschiedenis in als een groot premier. Boris Johnson is ook een klassicus. Hij kan foutloos oud-Grieks citeren. En dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Dan zou je niet aan iemand als Donald Trump moeten vragen. Maar hij kan dat wel. Dus intellectueel is het wel een sterke persoonlijkheid. Maar als persoonlijkheid op zich is hij erg wispelturig in feite. Nou, als je het Groot-Brittannië van de jaren 70 kent, dan was het een en ander ellende. Daar waren allemaal stakingen. Er was geen stroom meer, er was werkloosheid enzovoort. En de Britten konden ook hun rekening niet meer betalen, namelijk de rekening aan het buitenland. En dus er was iemand nodig die het roer omgooide en dat was Margaret Thatcher. Uitgerekend een vrouw in een typische mannenpartij als de Conservatives, is erin geslaagd om dat te doen. En ze was ook een van de meest harde politici in Groot-Brittannië. En daarom zegt men wel eens, men heeft een strenge vrouw nodig om een land te kunnen hervormen. Nou, er is natuurlijk een beeld gecreëerd van Margaret Thatcher dat zij harteloos is en voor armoede heeft gezocht, maar dat is niet waar. Groot-Brittannië kreeg een harde kuur opgelegd, maar is daar beter uitgekomen. Winston Churchill is natuurlijk de meest bekende premier in de gehele geschiedenis, denk ik wel, van Groot-Brittannië. Maar het opvallende was dat hij stond er bijna alleen voor om die oorlog tegen Duitsland te kunnen winnen. En toen de overwinning er was, en hij was in Potsdam bij de vredesonderhandelingen, toen waren de verkiezingen in Groot-Brittannië en toen verloor hij. En moest hij aftreden tijdens de onderhandelingen in Potsdam en weer teruggaan. En dan kwam zijn opvolger Attlee van de Labour Party, die kwam. En Stalin zei van, nou, dat is nou wel een reden om geen democratie te hebben, dat zal mij niet overkomen. Maar toch is ook Churchill later weer herkozen. In de jaren 50 was hij weer premier. Dus je kunt in de Britse politiek ten val komen en altijd weer terugkeren.